De Piekemara Gennep maakt zich op voor de eerste wedstrijd in eigen huis van de volleybaldames van de Flamingo's. Ze zijn samengegaan met Tiva uit Sint-Antonis. En dit wordt de eerste wedstrijd op Gennepse grond. Jazek, we zijn er weer. Ja, we zijn er weer. Ja, nog één weekend, dat moet er echt gebeuren. Volleyballen op het Eredivisieniveau. Enorme eer. En hoe hebben jullie je voorbereid op het aankomende competitieseizoen? Wow, dat zou echt lange verhaal zijn, moeten zijn, maar we hebben keihard gewerkt. Echt. We hebben bewuste keuzes gemaakt wat betreft onze voorbereiding. Op basis van ook gegevens van vorig jaar hebben we extra ook bepaalde dingen toegevoegd aan het werk. We hebben heel veel fysiek gewerkt. Heel veel ook gezien dat ook meer tijd hadden we dan vorig jaar, want 9 weken eigenlijk. Dus wij hebben echt 9 weken heel naartoe gewerkt dat wij eigenlijk wij zijn klaar. En jullie zijn nu samengegaan met Sint-Antonis, met Activa. Hoe gaat dat? Nou, dit team qua die samenwerking met Activa heeft samenstelling van het team niks te maken. Omdat daar kunnen we nog niet de vruchten echt zo vroeg plukken daarvan. Maar wat profiteren we? Dat is gewoon vanuit organisatie. We echt profiteren aan de toch meer mogelijkheden, trainingsmogelijkheden, betere faciliteiten. Wat we eigenlijk hier in de Gennep, ja, helaas, hoe raar het klinkt, krijgen we niet. We hebben het gekregen vanuit de Activa kant. En dat maakte ons ook dat we konden goed trainen, ons goed voorbereiden. Dus wij zijn allemaal heel blij mee met deze samenwerking. Het seizoen komt eraan. Hoe staan jullie ervoor? Ja, ik denk wel goed. Vandaag wordt een graadmeter ook hoe we ervoor staan. Maar voorbereiding gaat goed tot nu toe. Dus ik ben benieuwd. We zijn er klaar voor. En hebben de dames er zin in? Zeker, zeker. Het wordt spannend. Het is anders dan vorig seizoen natuurlijk. Toen gingen we gewoon voor dat kampioenschap. En nu weten we eigenlijk niet wat ons te wachten staat. Maar we hebben er heel veel zin in. Wat is de doelstelling voor dit seizoen? Nou, goed doelstelling. Dat is vanzelfsprekend. Handhaven Eredivisieniveau. Dat blijft. Maar goed, we dromen om iets meer. En meer, dat is gewoon die kampioenspool te halen. Omdat dan spelen op iets. Dus eigenlijk je plaatsen in de laatste 6 van Nederland. En dat zou heel mooi zijn. En zeker ook prijs op onze gewoon hard werk en voorbereiding. Wat we achter de rug hebben. Zullen we afspreken dat we heel wat feestjes krijgen? Zou mooi zijn. Met zo'n eindfeest als vorig jaar. Dan komt het goed. Voor meer nieuws uit de regio. Ga naar maasduinencentraal.nl